Wanneer voel je je nou echt een man? En wanneer ben je een mannelijke vrouw? Wat is daarin het verschil? Het droogste antwoord is, het is een gevoel, ik kan niet uitleggen. Maar het is wel zo. Maar het is echt zo. Het is echt super leem antwoord, maar het is gewoon echt zo. Het is de leemste antwoord ever, want ik bedoel, oké, kijk, ik ben de standaard droge transitie afgegaan. Als in, like, mannelijke lesbienne, softbal, droeg alleen maar mannenkleding. En dan op een dag komen de engelen de trans naar beneden, toeter in je oor. Je wilt gewoon een man zijn. En dan kom je erachter en dan ben je gewoon klaar. Ja. Dus het ding is echt, je moet een soort van tegen de transsteen aanstoten en denken, oh shit, ik wil een baard. Hm. En dan ben je er gewoon. Ik snap als je een masculine lesbienne bent, of een hele masculine vrouw in het algemeen, dat heel snel mensen zeggen, oh, denk je dat je trans bent? Maar dan komt het ook de meeste mensen in de maatschappij het gewoon zien van trans van één naar de ander en weer andersom. En niks zit daar middenin. Hm. Wat heel raar is, dat vrouwelijke homo's worden wel geaccepteerd. Niemand zegt tegen een vrouwelijke homo of je trans bent. Die is gewoon like, oh, het is gewoon een hele, hele gay man. Dat is ook meer bekend ook in media. Dus misschien moeten we meer mannelijke vrouwen in de media hebben. Ja, tijd. En dan word je niet zo snel beoordeeld om naar die kant op te gaan. Maar ja, even terugkomen. Het is een gevoel en je kan het echt niet uitleggen. Maar op een dag kom je gewoon achter dat je trans bent. Het is sowieso iedereen's idee van wat voor jou een man zijn anders, toch? Zeg maar, tussen ons is dat waarschijnlijk ook al weer anders. Sowieso. Ja. Thanks voor het kijken naar deze video van Kutmannen. Alles in het scherm is klikbaar. Wil je nou toevallig meer van ons zien? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Instagram en like ons op Facebook. Steun ons op Patreon en kunnen allemaal mooie dingen doen, zoals meer binding giveaways. En daarbij, als je zegt van, hey, ik kan jullie per maand steunen, we hebben ook een donatielink onderin. En dan kun je ons gewoon geld geven en je zin in hebt. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei. Later. Hou van je.